allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en vandaag ga ik weer even wat fotootjes maken voor Instagram. Want ik heb alweer nieuwe foto's nodig en ik vind het gewoon heel erg leuk om foto's te maken. Dus ik ga zo meteen samen met mijn moeder op pad en dan gaan we foto's maken. Ik weet nog niet precies wat, maar dat zien we zo meteen wel. Ik ben sowieso van plan om naar een bloemenveld te gaan en om daar foto's te gaan maken. Want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Zo'n leuke lentefoto. En verder ga ik gewoon wat dingen uitproberen. En dan zie ik het wel. Ik neem dit keer ook een keer weer mijn camera mee. In plaats van dat ik alles met mijn telefoon doe. Omdat ik mis soms gewoon een beetje kwaliteit in mijn foto's. Dus ik ga vandaag weer even een beetje experimenteren met de camera. Dat wordt leuk. En het is ook mooi weer vandaag. Dus dat is ook fijn. De lucht is mooi vandaag. Dat vind ik wel belangrijk. Het is niet te zonnig. Dus ik hoop dat het een beetje gaat werken vandaag. Maar we gaan het zien. En ik heb er zin in. Zo, nou we zijn nu lekker in Egmond geweest. Ik heb niks gefilmd, maar het was helemaal gedoe. Want dan moest ik helemaal mijn kaartje uit die andere kamer pakken. En blablabla. We hebben ook niet heel veel boeiend gedaan hoor. We hebben foto's gemaakt. Hallo, oh mijn lens zit niet helemaal goed uit. Sorry, haha. Het is ook heel lelijk licht omdat de zon zo heftig is. Maar ik ga nu weer lekker naar huis. En ja, vanavond sporten. Zin in, maar niet heus. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en het is vandaag super mooi weer buiten. Het wordt namelijk de hele week mooi weer en ik ben zo gelukkig. Ik ga nu lekker in mijn tuintje zitten. Ik heb helemaal blote beentjes, want ik dacht van, hey, ga lekker in het zonnetje zitten. Misschien is het wel heel erg koud, maar dan trek ik wel even een broek aan. Want volgens mij staat er wel een windje, maar ik heb er helemaal zin in. Ik ga lekker even teksten leren en zo in de tuin. En dan helemaal chill. Zin in. Ha. Ik heb echt heerlijk even een dagje in de zon gelegen. Echt helemaal top. Ik heb ook nog wat huiswerk gedaan op zolder achter mijn keyboardje. Dus het is best wel een goede dag geweest. Ik heb er alleen niet heel veel van gevlogd. Ik denk ook niet dat het heel erg boeit. Maar goed, het is nu inmiddels iets van 3:30 of zo. En ik ga denk ik even Netflix aanzetten. Ik ben wel heel erg nu een beetje lui of zo. Omdat ik nu de hele tijd in de tuin in de zon heb gelegen. Dus ik heb echt zoiets van, oh, ik wil echt slapen nu. Heb ik in de zon ook gedaan. Dus op zich een beetje raar. Maar ik ben nu gewoon een beetje rozig. Ik heb me wel ingesmeerd, want ik denk dat ik anders echt lijfverbrand was. Ik voel het nu al een heel klein beetje, terwijl ik me gewoon heb ingesmeerd. Maar het is echt heerlijk dit weer. Echt, oh, ik heb hier zo lang op gewacht, dat ik gewoon weer lekker in de zon kan zitten. Heerlijk. Dus ja, ik ga nu even lekker Netflixen en nog een beetje chillen. En ik moet vanavond even mijn weekvlog editen. En dat is een beetje wat ik nu moet doen. Oh my god, jongens. Ik heb gewoon een lijpe zomeroutfit aan. En het is echt super warm buiten, nu al. En het is echt 10:30 of zo. Ja, het is precies 10:30. Wow. Het is echt super warm. Het wordt morgen nog warmer. Maar het wordt vandaag ook wel warm, volgens mij 24 graden. Maar lekker man, lekker. Ik vind het heerlijk. Ik ga even een kleurtje krijgen op mijn gezicht. Mama en ik hebben een impulsieve set gemaakt. En we gaan nu naar Amsterdam, want ik had heel veel zin om te shoppen. Dus we gaan even shoppen vandaag. Ik moet wel om 5:30 dansen, dus dan moet ik wel terug zijn. Maar goed, turbo shop sessie. Leuk. Nou, we zijn even in de Bershka. Ik heb nu dit outfitje aan en mama heeft dit aan. Gezellig. Maar ik vind dit echt niet zo leuk. Ja, op camera ziet het er eigenlijk nog wel leuker uit dan in het echt. Maar het rokje vind ik wel leuk, maar het topje vind ik echt lelijk. En die rits, ik vind het niet leuk. En dit? Nou, ten eerste is het kleurverschil, volgens mij. Oh. Ja? Maar dan komt dat deze gevoerd is, ja. Niet. Klopt. Nee, ik vind hem niet zo, man. En het jas is te groot, dus een M. Oh, ja. Nee. Allebei niet. Oké, ik heb nu dit topje aan. En ik vind hem wel leuk, maar ik vind die mouwen niet zo. Ik voel me daar een beetje breder door of zo. Ik weet niet. Ik is niet echt. Nee. Maar ik vind het wel leuk met die knoopjes en zo. En dit. Dat vind ik wel heel leuk. Maar nee, die mouwen vind ik niet zo. Zo, ik heb ook nog dit jasje aan. En ik. Hij leek me heel leuk, maar ik vind het model echt heel lelijk eigenlijk. Bij die mouwen is hij wel heel leuk, maar dit zit dan echt super wijd en lelijk. En dan is het ook nog eens kort. Nee, dit is echt raar. Hier lijk ik ook echt 10 maten dikker in. Ik weet niet. Nee.
Nou, we zijn al de hele dag in de stad en ik heb echt gewoon nog niks gekocht. Omdat alles gewoon niet lekker zit, niet mooi staat, niet leuk is. Nou, ik word er helemaal chagrijnig van. Het ziet er allemaal zo leuk uit, maar wanneer je het aantrekt is het allemaal gewoon zo net niet. Ik word er helemaal moe van. Maar goed, ik kan daar nooit goed tegen als ik ga winkelen en dat ik dan niks leuks kan vinden. Dan kan ik heel chagrijnig worden. Het is wel beter voor het geld, maar het is echt vervelend. Niet voor je humeur. Nee. Oké. Ik heb vandaag dus geshopt. Ik ben uiteindelijk nog best wel goed geslaagd. Dus dat is heel erg chill. Maar als jullie het niet erg vinden, laat ik dat morgen even in de vlog zien. Want het is nu helemaal donker en je ziet niks. Ik kwam uit Amsterdam. Toen ben ik gereisd naar dansen. Ik was een half uur te laat. Toen heb ik gedanst en nu heb ik de hele avond op de bank gezeten. En gewoon lekker gechilled, want druk dagje gehad. En nu ga ik even lekker douchen, want mijn haar is super vet. Dus ik zie jullie morgen weer in deze vlog. Goed verhaal. Ik dacht, ja, ik weet het. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik had jullie gisteren nog beloofd dat ik nog zou laten zien wat ik had gekocht gisteren. Ik heb trouwens mijn bikini aan, want ik ga zo meteen heerlijk in de tuin liggen en de hele dag huiswerk maken en dingen doen. Ik heb net al boven wat huiswerk gemaakt achter mijn keyboard. Proud of myself. Het is nog maar 10 uur, dus ik ben heel trots. De rest kan ik allemaal lekker vanuit de tuin doen, lekker op mijn bedje. Dus dat is heel chill. Maar goed, ik zal even laten zien wat ik gisteren allemaal heb gekocht. Nou goed, ik was echt, wij zijn echt elke winkel in geweest. Ik heb in bijna elke winkel wel wat gepast. En gewoon alles was het niet. Gewoon alles wat ik aan had, dacht ik, dit is gewoon lelijk. Het staat gewoon niet. Snap je? Dus het zag er allemaal zo cute uit. Zeg maar in de winkel. En dan deed ik het aan en dan was het echt zo van, nope. Dus in ieder geval, uiteindelijk heb ik sowieso weer wat gescoord bij de Brandy Melville. Daar score ik altijd wat. Het is gewoon echt een van mijn favoriete winkels. En daar vind ik altijd wel iets wat leuk is en wat leuk staat. En ik heb wat gescoord bij de Abercrombie & Fitch. En laten we daarmee beginnen. Ik kom nooit bij de Abercrombie & Fitch. Maar mijn moeder die kwam met een heel goed ding. Ze zei, Pam, als je goed nadenkt, je hebt een jurkje van Abercrombie, je hebt een pakje van Abercrombie. Het heeft je heel veel geld gekost, maar hoe graag draag jij die dingen? Hoe vaak heb jij dat wel niet aan, omdat je het zo chill vindt zitten? En dat vond ik eigenlijk wel een heel sterk punt van mijn moeder. Het is wel echt mega duur bij de Abercrombie. Maar het was wel echt een punt wat ze daar maakte. Want alle goedkope winkels, Bershka, Zara, alles, hadden ze gewoon niks wat ik leuk vond en wat lekker zat. En het was het gewoon allemaal niet. En toen zijn we dus naar Abercrombie gegaan. Nou, ik zag bij de Abercrombie weer super veel leuke dingen, maar alles was super duur. En toen kwamen we bij de sale terecht. Want ze hebben soms een hoekje sale bij de Abercrombie. Eerst zag ik natuurlijk weer niks. En toen keek ik nog een keer. En toen zag ik een super leuk jurkje. Die ik ook heb gekocht. Ja, het enige nadeel was, hij was alleen maar in maat L. Maar ik dacht, nou weet je, ik probeer het gewoon. Misschien valt het wel mee hoe groot het is. En bla bla bla. En dat was inderdaad ook zo. Toen ik hem aan had, dacht ik van, nou, dit is helemaal niet zo verkeerd. Het is namelijk een wrap jurkje. Dus je kan hem gewoon aantrekken hoe strak je hem wil. Waardoor die echt helemaal niet zo heel groot is. Ja, nu weet ik niet hoe ik dit moet laten zien. Het is in ieder geval dit printje. Het is een wit jurkje met allemaal bloemetjes erop. En hij is op echt een hele chille lengte. Niet te kort, niet te lang. Gewoon precies goed. En het is dus zo'n wrap dress. Dus het gaat hier met een touwtje, trek je hem strak. En ja, ik ben er zo blij mee. Kijk nou hoe schattig. Ik vond hem zo leuk. En ik zag later ook een ander meisje hem passen. Die had ook een maat L, want er waren alleen maar twee maten L. En haar stond hij ook zo leuk. Dus ik ben hier zo blij mee. En hij ruikt er even krommie in. Ach, daar ben ik zo gelukkig van. Niet normaal. Ik ben helemaal gelukkig ermee. En hij was nu €29. Dus dat is natuurlijk best wel een prima prijsje als je bedenkt dat normaal alle jurkjes en alles ongeveer vanaf de €70 gaan. Ik heb in de hele winkel geen jurkje goedkoper gezien dan €70. Dus deze zal ook wel zoiets zijn geweest. Stond niet op het kaartje wat die was, maar Abercrombie kennende was het rond de €70, misschien wel meer. En dan heb ik bij de Sasha een hele leuke ketting gekocht die natuurlijk weer in de knoop zit. Oh nee, ik heb hem al. Nou, eigenlijk heeft mijn moeder deze voor mij gekocht, want ja, ik had al heel veel uitgegeven. En toen zei mama, oh, nou geef ik jou deze wel cadeau. Dus dat is heel lief. Het is dit kettingtje. Zilver met allemaal van die muntjes eraan. Ik vind dit super leuk.
Ja, en ik zag deze en ik dacht, nou, die wil ik echt heel graag hebben. Want ik vind dat altijd zo leuk bij anderen, zo'n ketting. Dus deze, hier ben ik echt heel blij mee. En deze was 6 euro. En dan hebben we natuurlijk nog de Brandy Melville. Zal ik even wat sneller doorheen gaan. Daar zit niet zo'n boeiend verhaal achter. Gewoon dat ik het een hele leuke winkel vind. Ik wil eerst nog even dit laten zien. Ik heb bij de Pool & Bear namelijk nog nieuwe oorbellen gekocht. Daar zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende oorbellen in. Allemaal ringetjes en zo. Ik had nieuwe oorbellen nodig. Ik zocht ook echt naar zulke ringetjes en zo. En ja, nu heb ik ze gevonden. En dat is heel chill. En dit was 8 euro. Best wel raar, want er staat hier 10 euro op de achterkant. Maar hij was 8 euro bij de kassa. Dus ik dacht van, oké. En ja, heel chill. Die had ik eigenlijk gewoon nog nodig. Als eerste heb ik dit super leuke t-shirt. Ik heb deze al een paar keer op Instagram voorbij zien komen. En ik vind deze echt zo super vet. Deze vond ik super leuk. En hij hing bij het rek van de laatste items uit de winkel. Dus, of van de collectie. I don't know. Geen idee. Maar deze was 24 euro. Dan heb ik nog een t-shirt gekocht die ik ook zo leuk vond. Ik zag hem en ik dacht, nou, I need this in my life. Het is namelijk deze. Ik vond de kleur gewoon heel leuk. Het is echt ja, een beetje gebroken wit, geel. Bruin, ik weet niet wat het is. Maar ik vond deze zo leuk. Ik vond het plaatje erop ook zo leuk. Het staat Fun in the Sun Malibu. I really like it. Hier ben ik ook echt super blij mee. En dan als laatste heb ik ook nog deze gekocht. Ik vond die zo cute. Ja, gebroken wit topje. En dit valt zeg maar een beetje net als deze top. Maar dan zitten er nog bandjes aan. Dus ja, deze vond ik ook echt zo leuk voor in de zomer. En deze die was... 20 euro en dit t-shirt, ben ik vergeten te zeggen, was 23 euro. En dat is alles wat ik gisteren heb gekocht. En nu ga ik heerlijk in mijn tuintje liggen. Joe! Ik ben klaar met in de zon liggen. Ik ga nu even filmen van mijn bullet journal. Ik weet niet of ik het vandaag afkrijg, want het is 4 uur. Normaal begin ik altijd echt super vroeg in de ochtend. En dan ben ik in de middag pas klaar, dus ik ga het nooit afkrijgen. Maar ik ga gewoon een beginnetje maken en dan kan ik misschien volgende week verder filmen. Ik hoop dat die op tijd online gaat komen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig eigenlijk het liefst in mijn bullet journal gewoon werk als ik er zin in heb en niet een hele maand alvast in ga plannen. Maar ja, voor jullie is dat natuurlijk wel leuker. Dus ik ben nog even aan het nadenken over hoe ik mijn bullet journal video's wil doen. Want dit is op dit moment niet helemaal hoe ik het eigenlijk wil blijven doen. Misschien dat ik binnenkort stop met de maandelijkse updates van mijn bullet journal en gewoon af en toe een pagina ga filmen hoe ik die maak. Of ik ga ja, ik weet nog niet. Ik moet er even over nadenken. Maar ik merk gewoon dat ik de hele tijd het gewoon niet red om een hele setup voor de volgende maand te maken. En dan ook nog eens het op tijd online te zetten. Want ik heb daar ook nooit zoveel zin in. Want ik wil eigenlijk liefst gewoon, gewoon een pagina maken wanneer ik er zin in heb. En niet dat ik al voor de hele maand alle pagina's moet maken. Ja, ingewikkeld om uit te leggen. Maar goed, ik ga nog wel iets op zoeken hoe ik dat leuk in mijn video's kan doen. Maar ja, ik ga nu even verder. Ik zat dus net eventjes mijn uitgaven van de afgelopen dagen weer bij te werken in mijn bullet journal. En toen keek ik dus op mijn ING. En toen zag ik dat ik voor mijn Abercrombie jurkje dus helemaal niet 30 euro heb betaald. Ik heb maar liefst 20 euro betaald. Nou, ik heb hem voor nog iets minder. Helemaal chill. Helemaal blij mee. Ik ga nu heel even douchen. Ik moet namelijk even mijn benen goed scheren. Ze zijn op zich wel goed geschoren, maar nog even extra. Want zaterdag moet ik op het podium staan met blote benen. Dus dan moet het natuurlijk wel allemaal een beetje netjes zijn. En ja, ik ga even douchen en ook even gewoon weer een beetje afkoelen ook. Ik ga gewoon even een beetje onder een lauwe douche staan. Want het is hier bloedheet. En dan ga ik zo mijn bed in. Ik heb mijn koffertje ook al ingepakt voor dit weekend. Want ik ga morgen weer richting Tilburg. En zaterdag hebben we ons concertje. Dus dat is echt heel erg leuk. Ik had even paniek, want mijn vlogcamera die had een lensfout en nu is hij wel weer aan. Dus ik vind het nu zo meteen heel spannend om hem uit te doen, want mijn lens ging zeg maar niet meer in en uit. Maar ja, nu doet hij het. Maar ik ben weer bij Kim thuis, in haar kamer.
En we gaan nu even naar buiten, want we zitten alweer een uur hier binnen. Terwijl het super mooi weer is. We weten niet wat we gaan doen, maar gaan we even een rondje lopen of zo. Dacht ik, open even de vlog voor vandaag, want dat had ik nog niet gedaan. Oké, nu ga ik even testen of mijn lens uitgaat. Ik ken echt niet serieus. Wat zijn we aan het doen, Pam? Ja, mijn lens ging dus niet meer in. Dus nu zitten we in deze fotozaak en nu wordt die hopelijk gemaakt. En de zon schijnt. Ja, dat maakt het dan nog wel even iets makkelijker, maar... We wachten op deze gezellige manieren. Ik ben heel erg ongelukkig, hè? Maar we gaan ervan uit dat het gewoon goed komt. Ja, ik zie wel een klein traantje op links. Maar je kan in ieder geval wel lekker kleuren. En dat vind ik fijn dat je lekker jezelf kan zijn. Nee, dit ontspant me wel. Even een update. Proost. Nou, eigenlijk helemaal geen proost, want mijn camera is stuk. Dus bereid jullie even voor op even een tijdje vlogs met telefoonkwaliteit. Want het kost gewoon pokkenveel geld om dit te laten maken. En ik moet even kijken bij mij in de buurt nog of ik het kan laten maken voor een beetje een oké prijsje. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal niet 1, 2, 3 gedaan. Dus ik kan nu gewoon even niet vloggen met mijn camera. Dus jullie moeten het even gaan doen met telefoonkwaliteit. Vind ik echt niet leuk, maar ik kan er ook niks aan veranderen, hè? Nee. Dus ja, ik ben wel aan het regelen of ik camera kan lenen van iemand. Voor, ik ga naar Londen bijvoorbeeld en ik heb nog wat dingetjes te vloggen. Waar ik wel echt een camera voor nodig heb. Maar ja, verder gaan jullie vooral dit zien. Sorry. Ik ga stuk. Heel mooi. Ja, ik geef het een 8. Echt hoor. Nou, ik lig nu in bed. Het beeld is nu daadwerkelijk wel slechter dan die van mijn camera. Oh, kijk, dit is wel iets eten. Ik baal er nog steeds van. Dat mijn camera stuk is. Maar we kunnen er precies niks aan veranderen. Gaan wij lekker slapen. Want morgen moet Pammy heel vroeg... Oh, dat vind ik zo kut als mensen zo in een derde persoon over hunzelf. Morgen moet Pamela heel vroeg op. Want Pamela heeft een concertje met zanggroep De Blije Konijnen. Wat? Nee, dat ken niet. Nee, gewoon bij Fontis. Ja, en ik ga supporten. Nee, het komt helemaal goed. Ik heb er zin klaar voor. Ik heb er echt zin in. En ik ben nou een beetje te excited om te gaan slapen eigenlijk. Dus... Slaap lekker en tot ziens. Waar niemand naar keek, maar toch. Was echt... Wel, ik heb gekeken. Grootste fan. Tuurlijk. Kijk, zeg. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gonna tell you. If you want it, if you like, leave it all.
het wachten op Sabrina, die komt er zo aan. Oh ja, ik heb hem niet verteld wat ik nu ga doen. Ik ga nu naar de Dutch YouTube Gathering. En ik ben nu even aan het wachten op Sabrina. Die is volgens mij met Lynette ook. Dus dat is heel erg leuk. En gisteren had ik trouwens het afscheidsfeestje van Judith. Want Judith gaat vandaag 5 maanden naar Spanje. Echt super... ik weet niet, ik vind het gewoon echt raar of zo dat we elkaar nu 5 maanden niet gaan zien. Maar goed, dat is ook allemaal weer zo voorbij. En ik mis mijn camera. Mag ik dat even zeggen? Ik vind het gewoon niet leuk om met mijn telefoon te vloggen. Maar goed, niks aan te doen. Ik ga even op Sabrina wachten. Ik was helemaal vergeten te vertellen, maar ik mag waarschijnlijk wel de camera van Sabrina even lenen. Dus dat is echt super fijn. Want ja, met telefoon vloggen, het is oké, maar het is gewoon niet heel chill. Dus dat is top. Hey girls! Kijk, dit vind ik nou niet leuk. Nu moet ik gewoon met mijn telefoon filmen. Straks niet meer. Zo scared. Straks niet meer. Nee. Ja, mijn benen. Pizza life. Ik sta even zo op een paar eyes zetten. Zo grappig ben jij. Aha. Geniet hoor. Oh, je bent een beetje ingezoomd. Mam, je praat wel door mijn vlog heen. Sorry. Ik ben weer lekker thuis. En het was heel erg leuk vandaag op Dutch YouTube Gathering. Ik heb er echt van genoten. Het was echt... Ja, ik weet niet. Ik heb ook nog een paar kijkers van jullie ontmoet. Dat had ik helemaal niet verwacht. Want ik had natuurlijk helemaal niet heel erg aangegeven dat ik erheen ging en zo. Omdat ik er ook maar 1 dag zou zijn. En ik dacht van, ik ga er gewoon heen en dan kijk ik wel. Ik had wel op Instagram gezegd dat ik er zou zijn en zo. Maar... Ja, ik weet niet. Ik had er gewoon niet zo'n heel erg ding van gemaakt. Maar ik heb toch nog best wel wat kijkers ontmoet. Dus vond ik wel heel erg leuk. En dus ik heb heel erg genoten van vandaag. Nu ben ik weer lekker thuis en ik ga zo naar bed. Dus ik denk dat ik bij deze de vlog gewoon afsluit. Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb nu trouwens even de camera van Sabrina te leen. Dus ik kan gewoon nog met een camera filmen. Dat is heel erg fijn. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij een volgende video. Doei doei!